grijze haren krijgen van stress. Het klinkt als iets uit een tekenfilm. Toch werkt het in het echt ook zo. Krijg je grijze haren van stress? Dit is de Universiteit van Nederland. Beeldjes in. Het is 2008 en Barack Obama heeft net de verkiezingen van de Verenigde Staten gewonnen. Hij gaat beginnen aan een van de meest stressvolle banen in de wereld. Zijn land moet uit een gigantische financiële crisis getrokken worden. Hij heeft veel vijanden en er is ongelijkheid in zijn land. Alle ogen zijn op hem gericht. Wat gaat hij doen? Nou, krijg jij nou ook al stress van de gedachte om in zijn schoenen te staan? Nou, dat is het ook best wel. Want de 8 jaar die volgen zijn ook niet bepaald stressloos voor hem. Wat doet het met je lichaam als je heel lang heel veel stress ervaart? Misschien ken je de uitspraak aging like a president wel. Wat betekent verouderen als een president? Want 8 jaar later zag Obama er volgens sommigen niet 8 jaar ouder uit, maar misschien wel eerder 15. Zijn haar was grijs geworden en hij zag er moe uit. Stress laat helaas nogal zijn sporen na op het menselijk lichaam. Misschien herken jij dit ook wel. Dat je na een heel stressvolle tentamenweek of een drukke periode op je werk in de spiegel kijkt en schrikt. In deze aflevering vertel ik je wat stress is en wat er met je lichaam gebeurt als je te veel stress ervaart. En aan het einde geef ik antwoord op de vraag die natuurlijk iedereen wil weten. Krijg je nou echt grijze haren van stress? Laten we beginnen bij de positieve kant van het verhaal. Want stress is eigenlijk zo slecht nog niet. Je hebt bijvoorbeeld altijd een beetje stress nodig om in het dagelijks leven te functioneren. Het is een oeroud instinct van het lichaam om je klaar te maken voor actie. Dat kan vechten zijn, zoals onze voorouders deden wanneer ze per ongeluk een sabeltandtijger op de weg tegenkwamen. Nou, de stofjes die vrijkomen in je lijf als je stress ervaart, help je dan om in actie te komen. En ook vandaag de dag kun je die power nog gebruiken om bijvoorbeeld harder te werken wanneer je een deadline hebt. Of om de beste versie van jezelf te zijn op een eerste date. Of om die kampioenswedstrijd met je voetbalteam te winnen. Nou, stress kan naast een vechtreactie juist ook een vluchtreactie veroorzaken. Want als die sabeltandtijger toch wel erg groot en gevaarlijk leek, kon je er vroeger ook voor kiezen om als een gek te gaan rennen. Nou, ook dat gevoel is voor jou misschien wel herkenbaar. Als je bijvoorbeeld een praatje voor een grote groep mensen moet houden. Of het nou zorgt voor een vecht- of een vluchtreactie, stress zorgt er in ieder geval voor dat je lichaam zich scherp stelt. En zodra het gevaar geweken is, keert de rust gelukkig weer terug. Wat gebeurt er precies in je lichaam als je deze kortstondige stress ervaart? Laat ik als voorbeeld een grote hond nemen, die ineens blaffend snel op je af komt rennen. Nou, jouw hersenen merken op dat moment dat er een situatie is ontstaan waardoor je alert moet worden. Om precies te zijn, dat is het hersengedeelte dat de amygdala heet. Dit stuk van je hersenen krijgt de hele tijd prikkels doorgestuurd vanuit al je zintuigen en probeert een hele snelle beslissing te maken. Wat is er aan de hand en hoe bereid ik het lichaam hier het best op voor? Nou, nu snappen je hersenen en lichaam, grote hond, gevaar, doe iets. Zodra de amygdala doorheeft dat er een gevaarlijke situatie ontstaat, stuurt de hypofyseklier in je hersenen hormonen naar je lichaam toe. Nou, hormonen zijn stofjes die via je bloedbaan ervoor zorgen dat je lichaam aangestuurd wordt en weet wat hij moet doen. Dus een soort van informatieverspreiders. In het geval van stress zorgt de hypofyse dat de stresshormonen adrenaline en cortisol vrijkomen in je lichaam. Nou, door adrenaline gaat je hartslag en bloeddruk omhoog en worden je bloedvaten nauwer, zodat jij super gefocust raakt en kan reageren op die blaffende hond die nu wel heel dichtbij komt. Cortisol volgt iets later en zorgt dat de benodigde energie wordt vrijgemaakt door je bloedsuikerspiegel te verhogen. Het interessante aan cortisol is dat het daarnaast andere delen van je lichaam platlegt die op dat moment niet zo belangrijk zijn. Denk daarbij aan het immuunsysteem, de spijsvertering en het reproductiesysteem. Op die manier kan je lichaam zich geheel focussen op het oplossen van de dreigende situatie. Nou, zodra die blaffende hond weer weg is en het gevaar geweken is, wordt er een seintje vanuit je hersenen gestuurd dat het gevaar dus geweken is. Je lichaam kan weer in de relaxmodus. Oké, stress is dus een manier van je lichaam om hele gevaarlijke situaties te overleven.
Maar in onze huidige situatie zijn er, voor de meeste mensen, natuurlijk geen constante bedreigingen die gaan over leven en dood. Niet zoals bij onze voorouders. In het geval van nu gaat het meestal om problemen die we in ons hoofd creëren. Want zeg nu zelf, een strakke deadline op het werk, een studie, is geen levensbedreigende situatie. Maar misschien ervaar je het wel zo. Een beetje stress bij een deadline op het werk is natuurlijk prima, want het laat je gefocust werken en daardoor je werk goed doen. Maar wat als je daarna nog een deadline hebt en midden in een verhuizing zit, of misschien wel in verwachting bent van je eerste kind? Nou, dan stapelt het zich al snel op, waardoor jouw lichaam stresshormonen rond blijft sturen in je lichaam en denkt dat je constant in een gevaarlijke situatie zit. Dit noemen we ook wel chronische stress. En doordat onze wereld zo veranderd is, heeft 1 op de 3 Nederlanders op enig moment wel met deze chronische stress te maken. In de afgelopen 10 jaar hebben we gezien dat het aantal mensen met stressgerelateerde klachten toeneemt. Rond 15-20% van de werknemers loopt tegenwoordig rond met burn-out klachten. En angst- en depressieklachten komen daarnaast voor bij ruim 30% van de bevolking. Maar wat doet stress naast deze psychische klachten nou precies met je lichaam? Word je net als Obama grijzer? En word je echt sneller oud? Nou, uit onderzoek lijkt dit wel het geval te zijn. Ik heb dit zelf ook een keer onderzocht met een groep studenten. Eerst hebben de deelnemers aan het onderzoek gevraagd hoeveel stress ze ervaren. Daarna kregen ze foto's van elkaar te zien en moesten ze inschatten hoe oud iedereen was. En wat bleek nou? De studenten die aangaven heel veel stress te ervaren, werden ook ouder geschat dan dat ze daadwerkelijk waren. Terwijl men de studenten die weinig stress ervaren er juist jonger uit vonden zien. Nou, naast dat je er ouder uit gaat zien, leven mensen met chronische stress ook daadwerkelijk korter dan mensen die weinig stress ervaren. Zo'n 2 tot 3 jaar. Dat heeft naast de ongezonde levensstijl die we vaak zien bij gestreste mensen, denk bijvoorbeeld aan stress eten, weinig sporten, ook te maken met hoe het ouder worden werkt. Want dat gaat bij mensen met heel veel stress namelijk wat sneller. Nou, hoe kan dat dan? Nou, bij meer stress komt er dus meer cortisol vrij in het lichaam. En cortisol kan naast signalen aan organen en aan de hersenen ook signalen direct aan cellen afgeven. Nou, in elke lichaamscel ligt ons DNA verborgen, met genen die bepalen hoe die cel moet functioneren. Cortisol is in staat om te bepalen welke genen op ons DNA er aan en uitstaan. Een proces dat we epigenetica noemen. Hiermee kan cortisol zorgen voor de verschillende effecten in het lichaam. Zoals het eerder genoemde vrijmaken van suikers in het bloed en het onderdrukken van het immuunsysteem. Maar helaas heeft cortisol ook een nadelig effect op onze cellen. De cellen worden er namelijk ook harder door aan het werk gezet. Zo hard zelfs dat ze korter meegaan dan cellen van iemand met minder stress. Op den duur moeten cellen hersteld of vervangen worden. Vervangen gebeurt onder andere doordat het DNA van een cel gekopieerd wordt en de cel zich dan deelt in nieuwe gezonde cellen. Maar helaas is dit niet een oneindig proces, anders zouden we onsterfelijk zijn. Dus cellen verouderen over de tijd heen, waardoor ze op een gegeven moment niet meer goed kunnen herstellen of delen. En onderzoek toont aan dat cortisol dit proces dus versnelt. Zo is in ons onderzoek en dat van anderen aangetoond dat kinderen en volwassenen die veel stress hebben ervaren, biologisch gezien ouder zijn dan mensen die minder stress hebben ervaren in hun leven. Dit kunnen we aantonen via veranderingen aan ons DNA, die bijhouden hoe oud onze lichaamscellen zijn. Nou, hoe meer van deze veranderingen we op het DNA kunnen meten, hoe biologisch ouder iemand is. Nou, en wat hoort er nou ook bij het ouder worden? Precies, grijzer worden. Nou, uit onderzoek blijkt dat niet cortisol, maar adrenaline hier een rol in speelt. Dat is dat andere stresshormoon. Onderzoek bij muizen heeft aangetoond dat adrenaline ervoor zorgt dat cellen in de haarzakjes die melanine produceren en je haarkleuren sneller uitgeput raken. Een flinke, lange overdose stress kan er dus voor zorgen dat je nieuwe haren geen kleur meer krijgen. En dan wordt het grijs. Nu snap ik dat je wellicht in de stress raakt van deze aflevering. En dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Want stress is nodig om te overleven. Maar je moet er wel mee weten om te gaan. En dat is precies het probleem in de huidige situatie. Veel mensen lukt dat niet.
Dus als je nou merkt dat je net iets te vaak in de stress schiet van deadlines, oneenigheden op het werk, een te volle agenda, perfectionisme of je erg veel zorgen maakt en piekert, zorg dan dat je hulp zoekt. De huisarts kan je doorverwijzen voor psychologische ondersteuning. En er zijn tegenwoordig ook allerlei apps online, zoals bijvoorbeeld Headspace, die je helpen om meer rust te vinden, om het piekeren te stoppen en om stress te lijf te gaan. Want omgaan met stress kun je leren. Het kost misschien even wat tijd om te investeren, maar je krijgt er dus letterlijk jaren voor terug. Bedankt voor het kijken.